Tijdens de Nimrod, het Nederlands kampioenschap jachthonden dat vorig jaar november werd gehouden in Bunnik, had NL Jaagd het genoegen om een tweetal politici uit de Tweede Kamer te mogen interviewen. Ze waren een groot deel van de dag aanwezig om de verrichtingen van de beste jachthonden van Nederland te aanschouwen en hun positieve visie op de jacht in Nederland toe te lichten. Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht vindt NL Jaagd dit een goed moment deze heldere visie van de heer Dijkgraaf van de SGP en de heer Herema van de VVD met u te delen. Vanuit NL Jaagd wensen we u een weloverwogen keuze tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart van dit jaar. Jachtevenement. Ik ben zelf wel eens gejaagd. Ben je wel eens mee geweest? Ja, toen ik net woordvoerder jacht in de Kamer werd, was natuurlijk het eerste wat ik ging doen. In de agenda zetten wanneer ik een keer mee kon op jacht met een aantal jagers. Ja. Ik ben nu uiteindelijk 3 keer mee geweest al. Natuurlijk niet zelf mogen schieten, want ik heb geen vergunning daarvoor. Maar het is wel heel mooi om te zien van dichtbij hoe jagers met wild omgaan, hoe ze met hun hond omgaan, hoe ze met de verantwoordelijkheid van het geschoten wild ook omgaan. Ja. Het beheren, het beschermen, maar ook het benutten van de jacht is voor mij van belang. De verkiezingen staan voor de deur. Hoe staat de SGP daarin voor wat betreft de jacht? We hebben een mooie paragraaf over de jacht. Wij vinden dat de jacht gewoon een mooi iets is. Er wordt altijd heel negatief tegen aangekeken. Wij zijn voor een jachtlijst met voldoende jachtsoorten. Je hebt schadebestrijding, maar niet alleen dat. Want dat is volgens mij evident als er schade is. Ik woon zelf bijvoorbeeld op een aanvliegroute naar 16hoven. Ja, dan is het logisch dat je die route veilig moet stellen. Als boeren daar last van hebben, ook logisch. Maar ik vind ook dat we veel trotser op de jacht moeten zijn in termen van oogsten uit de natuur. We hebben het altijd over hoe krijgen we een fatsoenlijk stukje vlees op je bord. Ja, daar is de jacht natuurlijk schitterend. Ik heb gisteren nog een stuk gerookte gans op. Ja, dat is fantastisch vlees. En dat beest heeft een mooi leven gehad. Een schitterend leven gehad. En dan oogsten we ook nog uit de natuur. Dan sluiten we eigenlijk die kringloop. Dus ja, ik ben enthousiast over de jacht. Duidelijk. Er is heel veel gebeurd de laatste jaren, ook in de jacht, ook in de politiek. We zitten nu 2016. 2017 komt er een nieuwe wet. Hoe ziet de jacht er volgens u over 10 jaar uit? Nou, wat mij betreft met heel veel toekomst en met een veel positiever beeld. Ik probeer optimistisch te blijven in deze samenleving, maar een veel positiever beeld in die samenleving. Hè? Dat er niet mensen zijn, of veel mensen zijn, die zeggen van jongens, verbieden en afschaffen. Het is al een illusie, hè? Want er is geen evenwicht meer in Nederland. Dus je krijgt gigantische problemen. Je ziet het aan de ganzenpopulatie, veel te groot. Dus ik hoop op een positief beeld dat mensen weer gaan zien hoe mooi de jacht is als je dat op een goede manier doet. Ik schrok in eerste instantie heel fors toen ik de nieuwe wet binnenkreeg. Daar stond namelijk een constructie in voor de jacht dat je het beste zou kunnen typeren als een sterfhuisconstructie. Waarbij de jacht heel langzaam zou gaan verdwijnen in Nederland. En ik heb me er toen hard voor gemaakt dat de jacht in Nederland kon blijven bestaan. En dat we weliswaar iets deden met de transparantie van de jacht, wat ik ook heel goed vind. Maar dat we al die overbodige ambtelijke zaken eruit konden halen. Hoe heeft de VVD dat nou bewerkstelligd? Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, dat is een interessant verhaaltje geworden, omdat de Partij van de Arbeid natuurlijk een hele andere koers heeft gevaren. Ja. En wij wilden die wet eigenlijk helemaal niet hebben. Er zaten namelijk veel meer onderdelen in de wet die wij liever niet zouden zien. En toen heb ik met de Partij van de Arbeid de deal gemaakt dat de VVD zich op een aantal onderdelen die de Partij van de Arbeid heel belangrijk vond, zich niet zou gaan roeren. Maar dan moest de Partij van de Arbeid op 1 onderdeel met mij meegaan en dat was de jacht. Dus de Partij van de Arbeid heeft toen bijna onvoorwaardelijk steun uitgesproken voor ons ideeën. En daar is het amendement uit voortgekomen om de jacht te kunnen behouden. Aanloop naar januari. Er komen steeds meer verantwoordelijkheden bij de provincie te liggen. Wat vindt de SGP daarvan? Staat u daarin? Ja, kijk, eerlijk gezegd had ik het liefst een rijksbeleid wat gewoon goed is voor de jacht. Hè? Wat voldoende soorten op de jachtlijst heeft. Neem de gans. Iedereen ziet dat die populatie veel te groot is. En ondertussen mag er te weinig gejaagd worden. Nou ja, zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen. Maar als ik kijk naar de Tweede Kamer, dan zijn er toch te weinig partijen op dit moment, te weinig zetels die goed zijn voor de jacht. Dan maar via de provincielijn. En dan zie je dat bij de ene provincie het goed gaat en bij de andere het verkeerd gaat. Maar dan heb je tenminste nog wat. Ik hoop zo snel mogelijk op rijksbeleid wat goed is voor de jacht. Het gaat vooral ook om de mensen in het land. Als de mensen in het land, als daar het draagvlak is, dan komt dat draagvlak in Den Haag ook wel terug. Dus daar knokken we voor. Dus ook op de achterban nog meer richten en dan ziet u het rooskleurig in met de jacht in Nederland.
Ja, nou, op onze achterban is eigenlijk niet zo nodig. Die is voor de jacht. Oké, fantastisch. Dus daar zit het probleem niet. Vanuit de Tweede Kamer pleiten we voor de jacht. Nou, ik krijg nooit commentaar, alleen maar aanmoedigingen vanuit de achterban. Mm-hmm. Maar als je breed in Nederland kijkt, en zeker in stedelijk gebied, ja, daar weten ze niet waar het over gaat. En die mensen moeten wel geïnformeerd worden. Er komt ook steeds meer verantwoordelijkheid bij de provincies te liggen. Ja, klopt. Het was heel goed om het op dit moment bij de provincies te hebben, want de provincies hebben andere samenstelling dan de Kamer. De Kamer is overwegend links op dit terrein. Dat zie je in de stemverhoudingen. Dus daarom was het ook zo fijn dat het amendement door is gekomen. Mm-hmm. Maar door het op provinciaal niveau neer te leggen, heb je andere samenstellingen, waardoor de ruimte voor de jager groter is dan wanneer je het bij de landelijke overheid neerlegt. Voor de toekomst zou ik heel graag zien dat er een grotere vrijbejaagbare lijst komt. In overeenstemming met bijvoorbeeld andere landen in Europa. Want wij hebben in Nederland wel een hele kleine lijst.